1500 miljard euro, oftewel 5 keer de volledige jaarlijkse rijksinkomsten. Dat is het duizelingwekkende bedrag dat op dit moment in onze pensioenpotten zit. Maar het pensioenstelsel gaat op de schop. Er ligt een voorstel waar de Tweede Kamer vandaag over debatteert om de boel dus te veranderen. Even kort, voor mensen die er niet helemaal in zitten, hoe ziet dat pensioenstelsel er nu uit? Ja, nu is het zeg maar verdeeld over honderden pensioenfondsen. Die 1500 miljard. Mm-hmm. En nu is het eigenlijk een soort collectieve pot. Ja. Waaruit collectief uitgekeerd wordt. Even kort door de bocht. En het zou moeten gaan naar een individueel potje wat iedere deelnemer individueel opbouwt en wat rendeert. En wat zou het voordeel daarvan zijn? Het voordeel is dat je dan veel specifieker ook individuele individuele maatregelen kunt nemen. Kijk, wat mij heel erg stoort in het huidige stelsel, is dat de pensioenfondsen ervan uitgaan dat iemand gemiddeld, ik noem maar wat, 23 jaar na zijn pensioendatum leeft. Ja. Maar mensen met een zware beroep, hè, een shorder in de Rotterdamse haven, met vaak ook een ongezonde levensstijl en vaak een lagere sociale klasse, die leeft 10 jaar korter dan een hoogleraar op een universiteit, bij wijze van spreken. Die overigens een veel hoger pensioen heeft. Dus de shorder in de Rotterdamse haven geniet veel minder van zijn eigenlijk waar hij recht op heeft, het opgebouwde pensioen, dan de hoogleraar aan de universiteit. Omdat hij simpelweg gewoon eerder doodgaat. Precies, dus die Rotterdamse haven, als je het heel zwart-wit stelt, subsidieert die de hogere pensioenen van degene met de makkelijke beroepen. Of tenminste, makkelijke beroepen ook weer. Maar degene met de gezondere levensstijl en de hogere sociale klasse. Ja, en daar willen ze dus iets aan doen doordat alles persoonlijk wordt. Ja, dit wordt ook niet gerepareerd in het nieuwe stelsel. Mm. Maar het zou wel een basis zijn waardoor je dit soort dingen zou kunnen repareren. Ja, er is lang over gesteggeld natuurlijk over dit akkoord. En het is alsnog niet helemaal afgetikt. Want het voorstel moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. En dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Nee. We leven langer, we werken niet meer 40 jaar bij dezelfde baas en ons huidige pensioenstelsel voorziet er niet in. Dus alleen maar zeggen, joh, draai even aan de renteknop en dan hebben we het geregeld, dat is te kort door de bocht. Dit is de grootste operatie van dit kabinet. En het houdt niet rekening met periodes van hoge inflatie. Je mag met geleend geld beleggen. En je potje kan dus ook leeg raken. Ik denk dat die beweging belangrijk is. Dat we toe moeten naar het nieuwe stelsel, naar premieopbouw voor alle generaties. Dat het beter past ook bij de huidige arbeidsmarkt. En dat het weer toekomstbestendig is voor vele generaties. En er is zo'n hele reeks bezwaren waardoor ik het gewoon een zeer slecht ontworpen pensioenstelsel vind. Ja, we zien dus voor- en tegenstanders. Ja, en er zitten ook een heleboel fouten in het nieuwe stelsel. Kijk, ik ben een enorme fan van het Chileense pensioenstelsel. En dat houdt eigenlijk in dat je gewoon maar 5 pensioenbanken hebt die ook alleen maar pensioenen. Dus in plaats van de honderden die wij hebben met alle honderden besturen en apparaatskosten die erbij horen, heb je er gewoon 5. En je kunt gewoon wisselen. Want ze houden elkaar scherp in efficiëntie. Dus je kunt gewoon als deelnemer wisselen van de ene naar de andere. En dat is gewoon jouw potje wat daar opgebouwd wordt. En je kunt ook zelf wisselen of je safe belegt of iets progressiever. Naarmate je leeftijd is of je eigen inschatting of je eigen spaargeld. En dat is een veel beter systeem. Het bouwt ook meer op. Want een ingelegde pensioeneuro in Nederland, die rendeert 2,5 keer. Even als je het voor inflatie ook. Terwijl in Chili rendeert hij 3,8 keer. En dit heeft de pensioenfederatie zelf op mijn verzoek uitgerekend. Oké, dus dat is. Ja, maar dat systeem dat ligt nu niet op tafel. Daar gaan ze vandaag niet over praten. Het is weer een ander plan. Nee, en wat ik zou hebben gedaan als ik de Nederlandse overheid was, dan zou ik gewoon een knip hebben gemaakt. En dan zou ik het oude stelsel gewoon laten voor wat het is. Dus al degenen die nu hebben opgebouwd en degenen die nu met pensioen gaan, laat die maar in het oude stelsel. En iedereen die nu begint met pensioenopbouw, een nieuw stelsel. Maar ook zonder die honderden pensioenfondsen, maar gewoon veel efficiënter, veel
zodat je ook niet hoeft te wisselen als je van werkgever wisselt. Misschien kijken er wel mensen die vandaag dat debat doen en nemen ze het mee. Want zou het niet simpeler zijn? Vandaag dus dat debat in de Tweede Kamer. Wij praten straks verder, want we zijn er nog tot 10 uur. En dan heb ik het met parlementair journalist van WNL, Tessa van Vieren, over de gespannen bouwwereld. Die kijkt naar de uitspraak van de Raad van State straks. Komen de ambitieuze bouwplannen van Hugo de Jonge in gevaar? Dat is de vraag. Na het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.